Hoewel er momenteel wereldwijd en ook in Suriname veel griepgevallen zijn, laten mensen zich juist niet vaccineren. Echter roept minister Amar Ramadine van Volksgezondheid de samenleving op om zich bij symptomen van griep te laten testen. Vaccinatie en of een boosterprik is vooral aangeraden bij onderliggende aandoeningen. De bewindsman zegt dat er nog genoeg COVID-19 vaccins in voorraad zijn. COVID, we hebben recentelijk een persconferentie gehad. We hebben daar een stand van zaken gegeven hoe het gaat in de regio, in de wereld. In Suriname merken wij ook een aantal gevallen. Het is weliswaar een feit dat niet iedereen gaat testen. Omdat er heel veel griep is ook nu, influenza. Dus het is voor mensen, ja, niet vaak vinden ze het niet nodig om te gaan testen. Het advies van Volksgezondheid is als u onderliggend lijden hebt. Dus dat bedoel ik onderliggende ziekten zoals suikerziekte, hoge bloeddruk. U hebt een risicofactor als overgewicht of u bent een longpatiënt. Noem het maar op, of een HIV-patiënt. Dus het is heel belangrijk dat je je al vroeg laat testen als je symptomen heeft en voldoet aan die andere dingen. Dus dat is de situatie. We hebben ook gezegd dat vaccineren nog steeds de belangrijkste interventie is die mensen moeten doen. In combinatie met zoveel mogelijk beschermende maatregelen als een mondkap of handen goed wassen. Dus vaccineren, we hebben genoeg vaccins in voorraad. We hebben op dit moment genoeg Pfizer en Sinopharm in voorraad. Dus u kunt terecht voor een eerste vaccin als u nog niet bent gevaccineerd. Bij het BOG elke dag, ik denk elke werkdag, tussen 8 en 2. Maar u kunt ook terecht voor uw boosterprikje. En dat is dat als u uw laatste prikje hebt gehad, laatste prikje 4 maanden of langer terug, dan dat u dus ook kunt aanmelden. Neem wel altijd je vaccinatiebewijs mee en je ID-kaart. Dat is zeker nodig om te verifiëren als u in aanmerking komt voor een vaccin.